De nieuwe veerhaven aan de noordzijde van de rivier bij café Waalzicht is niet bedoeld voor plezierboten. Dat is woensdagavond besloten door de gemeenteraad. Alleen de watertaxis en veerpontjes krijgen toestemming om aan te leggen aan de overkant van de Waal. Nijmegenaren die na een pleziertochtje door de Spiegelwaal willen aanleggen om een terrasje te pakken, komen dus bedrogen uit. Beuningen is een van de gemeenten waar bewoners verplicht wordt bij slecht weer hun regenpijp af te koppelen van de riolering. Dat moet ervoor zorgen dat het riool niet overbelast raakt. Als bewoners dat niet doen, moet de gemeente dure maatregelen nemen, zoals het vergroten of het vervangen van de riolering. Bewoners die hun regenpijp niet loskoppelen, riskeren een boete. En die kan behoorlijk oplopen. Molenhoek krijgt er volgend jaar 48 woningen bij. Er worden namelijk 24 rijtjeshuizen gebouwd tussen de Rijksweg en de Middelweg op het terrein waar ooit een kassenbedrijf stond. Makelaar Driessen verkocht binnen 3 maanden 23 van die huizen zonder reclame te maken. Verder levert bouwbedrijf Adrie Spanjaars begin 2017 op dezelfde plek 24 huurappartementen op.